Veenhuizen, achter tralies in gevangen. Ik moest voor tijdelijk verhuizen, maar het duurt niet al te lang. Ik zit hier in Veenhuizen en het liefste zou ik gaan. Want ben ik straks weer aan het zenden, ga ik er stevig tegenaan. Ik draaide net een plaatje van vader Abraham, toen mijn zoontje bleek en huilend de trap op rennen kwam. En riep, daar is de politie, papi, nemen ze je mee. Ik zei rustig, jongen, ga met deze heren naar het café. 7 weken was het vonnis en mijn zender was ik kwijt. De rechter keek mij aan en vroeg, toen heeft u nu ook spijt? Ik zei, beste man, ik heb gewerkt, is mijn hobby en plezier. Maar het heeft me niet geholpen en daarom zit ik hier. Ik zit hier in Veenhuizen, achter tralies in de bevang. Tijdelijk verhuizen, maar het duurt niet al te lang. Ik zit hier in Veenhuizen en het liefste zou ik gaan. Want ben ik straks weer aan het zenden, ga ik er stevig tegenaan. Want kijk, je draait je plaatjes, geeft de mensen wat vertier. Er wordt naar je geluisterd en ook zelf heb je plezier. Een telefoontje of een briefkaart, een verzoekplaat aangevraagd. Iedereen gelukkig, maar door een agent word je geplaatst. Daarom denk ik dat ik doorga, want mij krijgen ze niet klein. Ook al is Veenhuizen of een fikse boete niet zo fijn. Ik ga weer spullen halen en dan vlug weer aan de band. Ik ga weer plaatjes draaien en het liefst uit eigen land. Ik zit hier in Veenhuizen, achter tralies in het gevangen. Moest voor tijdelijk verhuizen, maar het duurt niet al te lang. Ik zit hier in Veenhuizen en het liefste zou ik gaan. Want ben ik straks weer aan het zenden, ga ik er stevig tegenaan. Ik zit hier in Veenhuizen, achter tralies in het gevangen. Moest voor tijdelijk verhuizen.